De eerste wedstrijd in het Aegon Toekomstjournaal van vandaag is die van de Ajax C1 tegen ADO Den Haag C1. Met op de achtergrond deze snelheidsduivels. En bijna net zo snel Dani Cox. Weg op rechts. Nog steeds Cox met de voorzet. Komt bij Hoornkamp, Jis Hoornkamp nog steeds. En dan Kai Sierhuis, 1-0. De rechtsbuiten scoort met links. Goed begin voor de C1. Het doelman Veerman van ADO, kansloos. Dan Sidoel. Hopend op Zeefuik. Voorzet Zeefuik. Sierhuis opent op. Mees de Wit. De Wit met links. En 2-0. Uitstekend gedaan. Goed teamwork. Een prima afrond door Mees de Wit. Dan zijn we in de tweede helft. Vrijtrap van Lloyd van der Wilden. Overstapje en dan 2-1. Doelman Stef Kennepol wordt daar verrast. En ADO terug in de wedstrijd. Dan Dani de Wit, een van de twee Dani's op Karel Eitink. Opening op Mees de Wit. Voorzet. En Che Nunelli mist daar een grote kans. De man met het rugnummer 14. Dan een spelhervatting, maar een hele matige paas daar van Kennepol, de doelman. Het lijkt goed af te lopen, maar de scheidsrechter ziet daar een terugspeelbal in. Er komt dus een vrije trap. Nog even wat discussie daar. Dan de vrije trap met Winnie Pessoal in de muur. Dan nog rebound, ook in de muur. Gevaar geweken, denk je dan. Maar opnieuw ADO. Met weer Winnie Pessoal. Nog steeds in balbezit. Knappe voorzet op Harvey Johnson, onderkant lat. En dan de rebound over van Atai. Daar ontsnapt de C1. Aan de gelijkmaker. Hoekschop ADO Den Haag. Koppel Harvey Johnson. Eitink wil wegwerken, maar de bal komt terecht op het lichaam van Tristan Dekker, de verdediger. En tot zijn verbazing scoort hij de 2-2. Kennepol baalt. En de toeschouwers zien geen doelpunten meer in deze wedstrijd. Die eindigt in een 2-2 gelijkspel. En in de tweede wedstrijd van het Aegon Toekomstjournaal een heuse mini-klassieker. Ajax onder 16 tegen Feyenoord onder 16. En Ajax in de aanval. Met Donny van de Beek. Eenmaal. Opnieuw Donny van de Beek. Op de lat. Pech voor Donny van de Beek. En dan de herkansing met de vrije trap. Van de Beek. In de korte hoek en een doelpunt. Uitstekend gedaan. Klein feestje bij de dugout. En doelman Ferry Hagedijk van Feyenoord kansloos. Opnieuw Van de Beek. Op Dilrussen. Javairo Dilrussen. Nog steeds Dilrussen. Dilrussen schiet. En wat een doelpunt. A la Luis Suarez. Dilrussen scoort 2-0. En een mooi hakje daar. Van Rugamana. Rosario weer op Rugamana. Geeft voorop El Idrissi. En die rond prima af. Uitstekend uitgespeeld doelpunt. 3-0 Edhem El Idrissi. Daar Kreek en Trusvel langs de lijn. Tevreden over wat ze zagen. En dan een counter van Feyenoord. Daar een terugspeelbal van Bergsma. En een vrije trap. Voor de ploeg van oud-international Gaston Taument. De man die ooit voor Nederland tegen Saoedi-Arabië scoorde. Goed, dan de vrije trap. En het staat 3-1 door Danny van Haren. Ook bij Feyenoord in de gelederen, Jari Schuurman. We spelen dus met de voornaam Jari. Zijn vader was fan van Liedmanen. En dan weer Ajax. Rugamana op El Idrissi. En dan Sandler en die scoort 4-1. Weer een prachtig uitgespeeld doelpunt van de ploeg van Frank Perenboom. En het was nog niet voorbij. Corner van de Beek en Rosario schitterend ingekopt. Pablo Paulinho Rosario, de captain. Prachtig kopdoelpunt.
En terwijl u de motoren op de achtergrond nog hoort ronken, nog één keer een aanval van Feyenoord met Den Hoed. Geeft voor en het is Jari Schuurman die scoort. In de week dat Jari Liedmanen in Nederland is voor zijn documentaire. 5-2 is de eindstand. Het was een mooi duel. En Ajax, een trotse winnaar in de mini-klassieker. En dan zijn we toe aan de uitslagen van de toekomst. De A1 verliest met 2-0 bij PSV A1. De A2 wint met 5-2 van Fortuna Sittard A1. En de B1 wint met 5-1 van Twente B1. Zoals gezien, de overwinning van de B2 op Feyenoord B2. De C1 eveneens gezien 2-2 tegen ADO Den Haag C1. De D1 verliest met 5-3 bij AZ. De D2 boekt een 1-2 overwinning bij Elinkwijk D1. De E1 speelt met 3-3 gelijk bij AFC D2. Dan een vooroorlogsuitslag van de Ajax E3. Die winnen met 4-9 bij Amstelveen. En last but not least, de F1 wint met 8-2 van Pancratius E4.